In deze aflevering van Op Pad met Voordeeluitjes ben ik bij Mercure Hotel Groningen Martini Plaza. En dit hotel is makkelijk bereikbaar en ligt op loopafstand van het Stadspark en natuurlijk Martini Plaza. Daarnaast is het centrum vanuit hier ook makkelijk te bereiken met de fiets of met de bus. Maar voordat we daarheen gaan, nemen we eerst even een kijkje in het hotel. Het hotel heeft verschillende soorten kamers en allemaal zijn ze voorzien van een luxe douche. En in tegenstelling tot heel veel andere hotels kun je ook een single kamer boeken. Ideaal als je in je eentje op vakantie gaat. Mocht je je eigen fiets willen meenemen, dan kan dat en deze kun je ook stallen bij het hotel. Heb je daar nou niet zoveel zin in, dan kun je ook gewoon een fiets huren bij het hotel. En deze ga ik nu gebruiken om de stad te ontdekken. Groningen is een gezellige studentenstad waar ontzettend veel is te doen. Je kunt bijvoorbeeld met een boot door de grachten. En het Groningen Museum hier achter mij is ook een echte trekpleister. Maar daarvoor is het nu nog iets te mooi weer, dus ik ga lekker de stad in. Het symbool van de stad Groningen is de Martini-toren. Deze toren is 97 meter hoog en heeft 311 treden. En is vrijwel dagelijks te beklimmen. Vanuit hier heb je echt een prachtig uitzicht over de stad. En met een heerlijk diner sluit ik mijn dag bij Mercure Hotel Groningen Martini Plaza af. Ik heb echt een hele leuke dag gehad in Groningen. Het is een bruisende studentenstad waar genoeg te zien en te doen valt. En vanuit het hotel is het makkelijk te bereiken met de fiets. Verder is ook in het hotel alles goed voor elkaar. Ben je nou geïnteresseerd geraakt? Kijk dan verder op onze website www.voordeeluitjes.nl en ga erop uit.